Bij de echte voetbalkenner zal zijn naam ongetwijfeld nog bekend voorkomen. Patrick Gerritsen brak ongeveer 10 jaar geleden door als talent bij FC Twente. En in 2006 werd hij zelfs nog Europees kampioen met Jong Oranje. Mede door veel blessureleed maakte hij inmiddels zijn doelpunten voor Excelsior 31. Uitkomend in de zaterdag hoofdklasse C. Ik weet wel dat van blessures word je niet beter. Je was er niet sneller of wendbaarder van. Maar uiteindelijk, waar ik was neergekomen, ja, dat is moeilijk te bepalen. Maar ik heb hier ook super naar mijn zin en ik heb een super mooi leven verder. Dus ik zeg altijd tegen mensen, ik heb meer geluk gehad dan pech gehad. Dus wat dat betreft heb ik niks te klagen. Ik denk als amateurspeler dat je meer plezier hebt in voetbal dan als profspeler. Maar dat komt ook meer omdat bij profvoetbal komen er toch andere dingen bij kijken. En dan is het toch, op een gegeven moment wordt het toch wat zakelijk. En hier ben je toch een soort halve vrienden van elkaar. En er zijn andere dingen soms wat belangrijker. En wat dat betreft ben ik hier wel prima op mijn plek. Amateurvoetballer of niet, na 3 rondes is Gerritsen maar wel mooi topscorer van het KNVB-bekertoernooi. Hij maakte 5 doelpunten, onder meer 4 tegen derde klasser SCM. Zijn belangrijkste goal was ongetwijfeld de 2-2 tegen het andere Excelsior uit Rotterdam. Gewoon in het hoekje schuiven en hij zou trainen en toen begon het echte leven hier. En de tweede helft kwam ook nog voor, 3-2. Er komt nog wel een aandeel in. Ja, toen kregen we toch nog weer die 3-3. Kregen zij nog een mega grote kans vlak voor tijd. En dat is toch wel fijn dat wij wel aardig wat gelijkwaardige spitsen in ons team hebben. Want toen werden we, ik en mijn collega werden toen gewisseld. En er kwamen twee nieuwe spitsen in en die maakten het af voor ons. 89ste minuut en het wordt 4-3 via Hakim Ezafzafi. Excelsior 31 stunt, want Excelsior wordt voor de 4e keer in 6 seizoenen tijd uitgeschakeld door een amateurclub. Na de overwinning op de prof stond het Sportpark in Rijssen op zijn kop, maar inmiddels is de bekerkoorts weer wat gaan liggen. Ik denk dat je daar nog wel een paar rondes verder voor zou moeten komen, want Twentse nuchterheid is hier wel ook wel op zijn plek. Ik heb wel eens gehoord van Excelsior die staat middenmoot Eredivisie bijna en Den Bosch staat middenmoot Jupiler League, dus die zou makkelijk moeten kunnen winnen. Maar normaal gesproken dan wint Den Bosch gewoon makkelijk van ons. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Maar het is gewoon aan ons om het hun zo moeilijk mogelijk te maken. En als het dan een beetje mee zit, zoals tegen Excelsior Rotterdam, dan is van alles mogelijk. De droom van de Kuip, theoretisch mogelijk, maar dat lijkt me onmogelijk. Maar de droom om echt een ronde verder te komen en dan misschien Feyenoord te loten of zo, dan ga je ook naar de Kuip. En dat zou wel voor de club en voor de financiële middelen heel mooi en heel goed zijn.